3, 2, 1, go! Een knop zo rood als een theatergordijn, drukt de burgemeester in. Laten we beginnen, geen chagrijn. Met vloerbelastingsnormen strak als een sonnet, breekt het huis van Kuik het internet. Krachtstroomkabels zingen een elektrisch lied, twee directeuren in een eentje. Zie je het verschil niet? Zien ze het verschil niet? In de Schouwburgzaal of de bibliotheek geeft een euro korting op je koffie je een unieke piek. Struikelend over woorden, zo complex als DNA, creëert dit huis een harmonieuze, levendig ballet. Van kindercolleges tot muzikale scores. Dit huis is meer dan muren, het zijn open deuren. Nu, Oscar, sta klaar voor je theatrale daad. Trek een kostuum aan voor je op het podium staat. Een pirouette, een sprong, een dramatische zwaai. Je bent de kerst op de taart, de koning van de draai. En nu het vuurwerk. Niet in de lucht, maar in ons hart. Een explosie van cultuur waar elk einde is een nieuwe start. De burgemeester glimlacht. Het publiek staat versteld. In het huis van Kuik, waar niets hoeft, maar alles telt. We hebben nu net de opening van het huis gehad, hier in het land van Kuik. Hoe belangrijk is dat deze twee samen zijn gekomen? Nou, dat hebben we vanavond heel goed kunnen horen, want ze gaan elkaar enorm versterken. En met deze samenkomst zorgen we er ook voor dat de Schouwburg, die overdag eigenlijk leeg is, maar niets te doen is, ook heel nuttig wordt gebruikt. Nou, we hebben hier ook een hele mooie nieuwe Schouwburg, licht verbouwd nu samen met de bibliotheek. Hoe belangrijk is eigenlijk zo'n schouwburg voor de regio? Want dit is echt een regio-schouwburg, hè? Ja, heel belangrijk. Want ik vind dat dit soort voorzieningen, zoals een schouwburg en een bibliotheek, daar moet je makkelijk naartoe kunnen. En natuurlijk hebben grote steden in onze omgeving ook hun eigen schouwburg. Maar het is juist fijn als je op de fiets of te voet of op een korte rijafstand of met de trein in je eigen regio naar de schouwburg kan. Waar je ook mensen ontmoet die je kent. Dus dat is heel belangrijk. Bart, ja, je hebt net een geweldige opening hier gehad. Ja, het huis van Kuik, de bibliotheek, heb je nou in je huis genomen. Hoe voelt dat die eerste dagen samenwonen? Nou ja, kijk, als een trotse echtgenoot. He? Ja, nee, het is natuurlijk een fantastisch avontuur wat we hebben gedaan de afgelopen 2 jaar. 2,5 jaar. Eigenlijk al veel langer, he? Sinds de cultuurvisie. Dan ga je een beetje aan elkaar snuffelen. En dan ga je denken, god, wat zou het zijn als je dat bij elkaar zou leggen? He? Wat zou dat voor meerwaarde geven? Want daar gaat het om. He? Je komt niet bij elkaar omdat je toevallig ruimte hebt. Maar je wil echt gewoon iets nieuws maken. Nou, en dat groeit en dat groeit en dat groeit. Tot je een keer besluit om het te gaan doen. Nou, dan heb je nog een jaar nodig om het te realiseren. Nou, dat is vandaag klaar. Fantastisch. Was het heel makkelijk zo van, we zetten even een paar kasten neer, we doen er boeken in en klaar is Kees? Of kwam er veel meer bij kijken? Nou, als het zo makkelijk zou zijn geweest, waren we al een half jaar eerder klaar geweest. Nee, er kwam ontzettend veel bij kijken, ja. Het was technisch een ongelooflijk klus. Ontwerp was een klus, hè, want het is een fantastisch mooi gebouw. En dat kan je zomaar verprutsen. Nou, dat heeft Marcel van der Veer uitstekend gedaan. Hij had een heel mooi ontwerp gemaakt. En daarna was het technisch nog ongelooflijk ingewikkeld. Want je zit voor een heel groot deel in een monument.
waar je niet meer zo'n zware boekenkasten kan neerzetten. Ja, wat ik toen straks in de zaal vertelde, daarboven in het monument hebben we alle boekenkasten aan stalen balken moeten hangen. Nou ja, dus, dat is echt een klus. Nou heb je hier een geweldige bibliotheek, een geweldige mooie schouwburg met een hele mooie programmering. Wat versterkt dat nou samen? Ja, kijk, wat je dus doet is, je gaat samen op zoek sowieso naar nieuw publiek. Het publiek wat hier van de bibliotheek komt is voor een deel ander publiek. Wat bij ons komt is voor een deel ander publiek. Bij het theater komt, nou, dat kan elkaar versterken. En je kan natuurlijk programmatisch, hè, kan je verschillend veel met elkaar doen. Ja, nou, ik noem bijvoorbeeld een kinderboekenweek. Er zijn fantastisch mooie kinderboeken geschreven, maar er zijn ook fantastisch mooie kindertheaterstukken gemaakt. Nou ja, ik bedoel, dat ruikt naar een festival en dat gaan we ook gewoon doen. Nou, Van Hoornen, daarover gesproken, Van Hoornen heeft onwijs veel mooie en prachtige jeugdtheater gemaakt. Hè? Ja, staat hier ook ieder jaar. He, dus, nou ja, goed, en nog veel meer. Er zijn ontzettend veel leuke, mooie jeugdboeken, nou ja, sowieso natuurlijk verfilmd. He. We hebben een fantastische filmaccommodatie hierachter, maar ook gewoon in het theater. Dus daar gaan we absoluut dingen mee doen. Maar niet alleen voor kinderen, ook voor volwassenen. He, de weg die we al op aan het gaan zijn om ook theatercolleges te geven, opiniecafé, al dat soort activiteiten. He, dat blijven we gewoon doen en dat gaan we nu samen doen. Dat is hartstikke mooi. Siel, ja, je woonde eerst zeg maar, met je bibliotheek alleen in Kaneelstraat. Ja. Nu hier in het prachtige huis van Kuik, in de schouwburg van Kuik. Hoe bevalt dat? Nou ja, we zijn nu vandaag officieel geopend. Wij zijn al een paar weken aan het genieten van wat hier aan het ontstaan is. En ja, wij zijn heel trots op wat er gerealiseerd is. En ik hoop van harte dat alle mensen in Kuik, alle inwoners, hier eens komen kijken hoe mooi het is. Wat voor fijne plek het is om gewoon te zijn, om mensen te ontmoeten, om een cursus te volgen, om een boek uit te zoeken of een voorstelling te volgen. Dus ja, dit is denk ik echt wel iets waar we met z'n allen heel erg trots op mogen zijn. Het samenwonen, versterkt dat band samen? Ja, dat kan niet anders. Anders hadden we het project niet voor elkaar gekregen. En dat hebben we toen straks ook verteld. Dit vraagt van allebei de kanten meedenken, flexibel zijn, elkaar iets gunnen. Je leert elkaar nog veel beter kijken. Hè? Niet alleen Bart en ik, maar alle teams. Dus die chemie en het samen programmeren, dat zal ook weer een volgend level krijgen. Hè? Maar het is vooral ook gewoon het gebruik van de ruimtes die er al waren. Hè? En ook gewoon voor ons als bibliotheek, met de partners die wij allemaal hebben. Hè? Want wij doen niet alles zelf. Hè? Wij hebben ook heel veel partners. Die kunnen allemaal gebruik maken van deze faciliteiten. En ja, het is gewoon een kwestie van groeien, ontdekken. En dan zou ik zeggen, kom allemaal een keer kijken. Ik denk ook dat jullie uit Jasje waren gegroeid. Jullie hadden heel veel qua programma's staan en programmering. Ik denk dat je hier echt je ei kwijt kunt. Zeker. Wij kunnen hier eigenlijk, we hebben eigen ruimtes waar we kunnen programmeren. Maar we willen ook heel out of the box kijken van, goh, we kunnen ook hier voor de trap programmeren, in de open ruimte programmeren. We willen het ook zo open mogelijk doen, hè, dat ook de collectie gewoon beschikbaar blijft als we hier iets hebben. Dus in de Kaneelstraat was het echt op een gegeven moment iedere avond kasten wegrijden om ruimte te creëren. Als wij met 60 mensen een lezing hadden bijvoorbeeld. Nou, dat hoeft hier niet meer. Hè. We moeten hier natuurlijk ook wel rekening houden met elkaar. Maar de mogelijkheden zijn echt veel groter. Joost, je bent wethouder van cultuur. Ja, we staan hier echt in het cultuurhuis in het land van Kuik. Want en een bibliotheek en de schouwburg zijn samengekomen. Hoe mooi is dat? Hoe vind je dat? Ja, fantastisch. Het is echt, ja, ik zei het net ook al, ik had er al veel verwachtingen van. Maar het is nog mooier geworden dan dat ik van tevoren kon bedenken. Ook als je bedenkt welke faciliteiten we nu hebben. En je ziet het nu al, hè? Die mensen die overal rondlopen en straks overdag en 's avonds zoveel mensen hier terecht kunnen. Ja, echt fantastisch. Ik ben heel erg dankbaar dat het gelukt is. Nu is dit een gebouw wat ook echt een regiofunctie heeft. Hoe belangrijk is het eigenlijk zo'n regio Schouwburg in het land van Kuik? Ja, nou, ik denk dat we niet moeten vergeten dat we dit soort plekken eigenlijk in het land van Kuik al meer hebben. In Sint-Tunis, in Mil, in Boksmeer met de Weijer. Dus dat concept kennen we eigenlijk al. Het grote verschil is hier het volwaardige theater dat de Schouwburg heeft. Ja, en de faciliteiten van het theater voor scholen, voor educatie, voor congressen, voor kennis, literatuur is natuurlijk, die is zo breed. Ja, dit kan alleen maar een succes worden.
Ik ben ook een beetje kind in huis, hè? Want je staat nu als wethouder, maar je speelt hier ook heel vaak, hè? Ja, ik ben Kuikse jongen, ik ben muzikant, dus ik heb al aan heel veel activiteiten, concerten, carnaval, pronkzittingen meegedaan. Dus het voelt ook wel echt als thuis voor mij. En daarom was het ook nog wel even wennen aan het idee voor mij van hoe gaat dat straks zijn met die bibliotheek erin. Maar ik ben super enthousiast.